Hey jongens, welkom bij een nieuwe video en vandaag spelen we Plants vs. Zombies, een multiplayer game. Maar eigenlijk gaat het zich niet echt om de gameplay, het gaat hem meer om alles rondom, want ik gebruik vanaf nu een nieuwe screen recorder. Ja, screen recorder. Eerst eens even kijken, we pakken gewoon een Foot Soldier. Here we go, ik ben level 4 op dit spel, ik heb het echt nog niet veel gespeeld. En ja, ik weet eigenlijk ook niet meer zoveel wat ik kan wel moet doen. Kan ik reloaden, ja. Oké, let's get into it. Maar inderdaad, het gaat dus meer over de screen recorder. Hiervoor gebruikte ik Bandicam en vanaf nu wil ik iets anders gaan gebruiken. Want ik wou graag ook mijn webcam kunnen recorden. Zeker nu dat Pro Cycling Manager 2015 eraan komt, wil ik alles op en top zetten. Omdat blijkt dat met camera recorden toch altijd net iets leuker is dan zonder. En is dan een tegenstander, ja. Hè. Voilà, we hebben hem. Oké, dus ja, bij Bandicam dat kon mij daar niet voor zorgen. En ik had precies toch de indruk dat de kwaliteit ook nog niet zo 100% goed was voor mijn screen te recorden. Dus ik dacht van, laten we het dan maar op een andere manier doen. Hebben we al 3 kills, supergoed. Ah, dan ben ik dood, jammer. Ik had moeten zwijgen, hè. Nee, inderdaad, 3 kills heb ik al. En ja, het is gewoon... Bandicam kon mij niet bieden wat ik wou. En nu gebruik ik Action. Het is voor de eerste keer dat ik het gebruik en ik hoop eigenlijk dat de kwaliteit even goed blijft of eigenlijk beter wordt, want nu met mijn webcam erbij. Plus normaal gezien moet het HD video's zijn. Oh. Oh shit, wat is dit? Die kerel, toggle mute. Toggle mute all en ik ga hier sowieso dood. I need to survive. Oké, amai, we hebben die nog kunnen killen. Je had dat ooit gedacht. Oh, er komt een bom, er komt een bom, er komt een bom. Oppassen. Amai, we hebben die nog gekillt. Amai. Ah, nu ben ik dood. Maakt niet uit, want ik had mij al veel rapper dood verwacht. Maar kijk, Action zou me dat kunnen bieden. Maar ik hoop dat alles nu goed loopt, hè, want ik ben deze video nu wel aan het recorden. Maar voor hetzelfde geld is dat super slechte kwaliteit. En van alles. Terwijl ik hier aan mijn hand aan het prutsen ben. Maar ik hoop dat het gewoon goed gaat. Want dan heb ik Camtasia nog eens zitten testen. Dat ik vroeger gebruikte voor ook mijn video's mee te uploaden. Maar nee, dat gaf ook geen goede beeldkwaliteit. Dan via Sony Vegas Pro. Nee, gaf me niet wat ik wou. Dus nu hopen dat Action mij wel geeft wat ik wil. Hè. En wat is nu eigenlijk de bedoeling van dit... Wow, wat een lag. Van dit spel. Als ik hier eens opduw, wat gebeurt er dan? Oh. Een dikke boost. En hier zijn er een paar vijandjes. Hoppa. Oh, een zonnebloem. Een zonnebloem. Dat zijn tegenstanders of die zonnebloemen. Wat is nummer 3 eigenlijk? Hier een bazooka. Dat geweten. Oh, dat is een van ons. Daar is er één. Nice. Ik denk dat we hebben gewonnen, hè. Voilà. We hebben gewonnen. Dat was het dan voor deze aflevering, jongens. We hebben 50 kills. De plants hadden er 46. Please leave a like en comment als jullie vinden dat het goede kwaliteit is. Want het is vooral belangrijk voor Pro Cycling Manager. Maar kijk, voilà. We hebben een mooie game gespeeld. We hebben 5 kills gedaan en 2 keer doodgegaan, zeker. Voilà. Skip. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Have a nice day, guys. Bye. Hey, Flow Driver Army. Als jullie mijn video leuk vonden, please leave a like en een comment. En als jullie meer stuff van mij willen zien, subscribe dan op mijn channel, Twitter of Twitch. Links zijn allemaal in de description. En tot de volgende video. Have a nice day. Bye.